when you walk through a storm. Hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a goal. Koffie graag. De belangrijkste sporten in Nederland. Alle mensen in Nederland doen het. Bijna allemaal. Bijna allemaal. Joggen? Doe je fitnessen? Nee. Zwemmen? Zwemmen? Nee. Voetballen? Voetbal? Toen ging het fout. En dan. Nou, dat gaat niet. Be afraid of the dark. Dit, die grasmat, die, kijk, de lampen staan erop, dat is voor het groeien van het gras, hè? Dat is ik denk dat we dat allemaal weten. Ze worden iedere keer eventjes verplaatst, dat kun je wel zien. Op laatst, vanavond, dan is dat weer aan die kant, dan gaan ze weer naar buiten toe. Hier zitten dus nu plus minus 30, ja, je mag wel eens je mag ook even naar buiten. Dat is de duurverstoring. Ja, dat bedoel ik. Dan wil ik toch gewoon eens voor jou gezet hebben. There's a gold golden sky and the sweet silver song. Wij kwamen in 1998. Toen was het stadion niet groter als de ring, net als aan de overkant één ring. Als wij winnen, ja, dan werd de foto gemaakt. Ja. Dat is heel goed. Ja. Want dit team, ik sta er zelf ook bij op, maar dat heeft er niks mee te maken. Dit team had kampioen van Nederland moeten worden. Oké. Okay. En waarom ging het fout? De kampioensfoto werd 3 dagen voor de wedstrijd gemaakt. Ja. En dat moet je nooit doen. Is ongeluk. Het brengt ongeluk. Walk on through the wind. Walk on. Oké, dames en heren, één ding. FC Twente is ontstaan in 1965. Ja. Uit die twee clubs. En het allerhoogste wat FC Twente ooit behaald heeft, dat laat ik u toch zien. Want we zijn eenmaal kampioen geweest, dat was tegen NAC in 2010. En in 1975 hebben wij finale Europa. Walk on, walk on, with hope in your heart. Camera's omgegooid, die heeft hij die deur eruit getrapt en toen heeft hij een paar deuken in deze ton gedraaid. Zie je dat? En dat doen we wel eens met kinderen, ja, kinderfeestje of zo. Dan staat de moeder die staat daar, die neemt dan de foto en dan staan ze dus ook. Dus, dan maken ze daar een foto van. Ja, snap je dat? Okay. Dit is dus doping vertrouwd. Doping. Ah. Weet je wat doping is? Weet wat doping is? Doping? In de water. Nee! Nou! Loop er maar in. Loop er maar in. Loop maar. Ga maar kijken. Maar dat is voor één persoon. Nee, voor alles, Kees. Blij en tevreden. En vindt u dat u goed bent geholpen door uw team? Ik vind het dat ook goed. Ja, u vond het leuk. Heel fijn, dank u. Hier ga ik veld op. Hier ga je veld op. Hier staat één ploeg en daar staat andere ploeg. Achter elkaar. Achter elkaar. Met de children aan de hand, met de kinderen aan de hand. Keeper achteraan meestal. En dan gaan ze zo met z'n tweeën het veld op. Ja? Ja. Wow.
In die hoek, waar nu nummer 99 staat, staat 25 jaar lang Sander Bosker. De speler die de meeste wedstrijden voor FC Twente heeft gespeeld. Ja. Die kwam altijd als laatste hier uit de kleedkamer, terwijl de rest al op het veld was. Dat heeft hij één keer niets gedaan en toen verloren ze de wedstrijd. Ja. Heeft het daarna nooit meer vergeten. Altijd als laatste en dat is superstition bijgeloof. Deze keer. Ja, hij heeft een blessure. Hij heeft een blessure? Ja. En wat voor blessure heeft hij? Ja. Knie. Knie. Hoe lang is hij uit de roulatie? Ongeveer een maand. Ongeveer één maand. Ja. Ik denk dat ruzie maken en de... Heel goed. Nee, zijn vervelende moment toen hij eerste doel gekregen. Heeft gekregen. Ja. Wat is die film? Ik ga er maar naar de andere kant.